Ja, ik denk dat ik te laat ben gekomen voor Caroline. Want ik zag nog wel die ene meneer van dit was het nieuws, die is nog wel binnen. Peter Pannenkoek is al weg. Net was een blondine die hier wegging met een dure taxi. Ik weet niet wie dat was. Ik herkende haar niet. Het is ook donker natuurlijk. Dus ja, de beveiliging is er maar druk mee om hier mensen in en uit te laten. Heel jammer. De politie heeft mij misleid door te zeggen dat Caroline al binnen was, terwijl ze waarschijnlijk nog niet aanwezig was. Ik zie nu ook dat de beveiliging af gaat schalen, dus waarschijnlijk ben ik gewoon te laat. En dan moet je ook je verlies nemen. Ik blijf nog wel even wachten. De politie stond hier net gruwelijk in de weg voor de tram. Daar is nog een koplampenauto, dus misschien toch nog een kans dat Caroline te buiten komt. Mevrouw Monsanto, mevrouw Bayer, remarkable. Ik wil haar vooral vragen waarom zij is tegen de gevestigde orde. En toch steunt de gevestigde orde van de media haar en promoot haar. Ze wordt zelfs een komeet, een stijgende komeet genoemd. Dus dan weet je het wel. Kijk, oh, wat laf weer, hè. Hier rijdt een auto achteruit, daar staat een taxi. Het is allemaal weer een spanningsveld waar je in terecht komt. Ik weet niet eens wat dat voor auto is. Is dat ook politie? Nee. Hier staat nog een dure auto. Politie, drie politieauto's voor mij. Het is ongelofelijk. Hebben ze niks te doen. Hier een blauw kenteken. Kijk, ze gaan, zeg. Wauw. Eentje haakt al af. Ja, wat kan ik zeggen? Misschien kan ik mevrouw Jinek nog aanspreken. Of ze wel bewust is waar ze mee bezig is. Ze een satanische pedo-elite steunt met haar werk. Oh ja, hem wil ik wel even spreken, ja. Dankjewel. Mag ik u wat vragen? Ja, tuurlijk, maar je mag niet filmen. Nou, dan film ik het niet. Ik zag net dat het dus ging over drag queens die met kleine kinderen dansen en springen. Ja, ja. En dan wordt er gezegd, ja, maar de wapenwet, dat mag wel. Ja. Het is toch niet met elkaar te vergelijken? Hé, kan je niet aan me zitten? Even doorlopen, zie. Dankjewel. Ik kan hem gewoon aanspreken. Je gebruikt ook voor niks geweld op mij. Wie ben je? Nee, helemaal geen geweld. Je gebruikt geweld. Mag doorlopen. Wie ben jij dan? Dankjewel. Wie denk je dat je bent? Niks, om mij aan te vallen. Ik vroeg of ik hem wat mocht vragen en niet aan me komen. Hey. Ik ben sterker dan jou. Ik leg je zo neer, hè? Echt. Test mij. Politie is hier als getuige. Ik leg je vloer, man. Je bent veel te oud voor mij. Die kant op. Ik sla mijn vader toch ook niet? Je bent mijn vaders leeftijd. Andere kant. Ik was gewoon in gesprek. Ik zeg alleen dat je door mag lopen, dus de enige. Ik mocht hem aanspreken. Loser. Ik vroeg het netjes, mag ik u wat vragen? Hij zegt ja. En dan ga je mij aanvallen. Ik val niet meer aan. Jawel, het staat op beeld. Je valt mij aan. Schaam je dood, man. Als je mijn leeftijd was, lag je nu plat op de grond. Mafkees. Hij valt mij aan, hè? Wat doen jullie? Niks! Hij valt mij aan, je doet niks! Je doet helemaal niks! Losers! Hij valt mij aan, wat doe je? Je kijkt! Hij valt mij aan, je doet niks! Waakzaam en dienstbaar voor hoe? Hij mishandelt mij, je doet niks! Je doet niks! Je kijkt toe! Is dat je werk? Toe kijken! Stoere jongens in de auto, maar ik word hier aangevallen, ik hou me nog in. Ik word hier met fysiek geweld aangevallen, mensen. Met grof geweld. Heb je recht niet om mij aan te raken. Je hebt het recht niet om mij aan te raken, ja? Who are you? Wie ben je?
Wie denk je dat je bent? Hij valt me aan. En jullie doen niks. Is dat normaal? Is dat zijn werk om mij aan te vallen? Is dat zijn werk? Om mij aan te vallen. Is dat zijn werk? Nee. Dan moet je hem daar ook voor bestraffen. Dat is openbare mishandeling. Openbare mishandeling. En het staat op beeld. Ja, wat doe je? Waarom val je mij aan? Wat is je reden? Wat is je motivatie? Ik doe gewoon mijn werk hier. Ik heb het recht om hier te staan. Ik val niemand lastig. Mooi man. Openbare mishandeling. Hij mag heel blij zijn dat hij 2 keer zo oud is als mij. Dat is Nederland. Als je activist bent, mag je gewoon mishandeld worden. De politie kijkt toe. Als je voor jezelf opkomt, zit ik nu 3 dagen vast voor zware mishandeling. Zo is Nederland geworden, mensen. Drag queens worden hier verheerlijkt. Mogen lekker met kinderen ronddansen en springen. Dat is Nederland. Dat is Amerika. Want als ik boos ben, dan mag je met de hele peloton komen. Godse kracht is onvoorstelbaar groot. Het is niet mijn eigen kracht. Met mijn eigen kracht sla ik nog geen deuk in een pakje boter. Het is de rechtvaardigheid van de mens. Staat ook in de Bijbel. De kracht van de mens is zijn rechtvaardigheid. Als jij in jouw rechtvaardigheid staat, dan heb je kracht. Als jij hier als een loser staat, als de politie, die toekijkt hoe ik mishandeld word, niks doet, niks zegt. Terwijl ik het vraag netjes aan die meneer. Mag ik u wat vragen? Ik vraag het netjes. Word ik met geweld aangevallen? En waarom? Wil die een wit voetje halen? Bij wie? Bij zijn collega's? Maar mijn advocaat zal hiermee aan de slag gaan. Het staat op beeld. Openbare mishandeling. Jinek beveiliging. Hier, nog zo'n dure auto. BMW. Voor wie? Ik sta echt te koken, mensen. Ik wil het liefst de live afsluiten, want ik ben woest. Hoe de politie toekijkt. Terwijl ik met hun afspraak heb gemaakt dat ik Carolien van der Plas mag aanspreken. Ik heb het afgesproken met de politie. En ik niet alleen haar, ik mag iedereen hier aanspreken. Ik heb afspraken gemaakt met de politie. Dus ik ga nu de live beëindigen, want anders ga ik strafbare dingen zeggen. Ik ben zo boos. Dan zit ik weer straks met een rekening aan de broek. Smaad en laster of wat dan ook.